Voor de derde achtereenvolgende keer is de assembleevergadering over de collectieve rechten van inheemse en tribale volken niet doorgegaan. De vergadering die voor vandaag was uitgeschreven, werd afgeblazen wegens gebrek aan quorum. DNA-voorzitter Marinus B. bevestigde dat het vereiste aantal van 26 leden niet gehaald was om rechtsgeldig te vergaderen. De behandeling van de wet collectieve rechten in inheemse volken en tribale volken, dat laat dan wederom op zich wachten. Deze wet is een heel belangrijke wet. Het is de wet collectieve rechten van inheemse en tribale volkeren. Ik ga natuurlijk als voorzitter proberen om te kijken als er politieke draagvlak is voor deze wet. Want we hebben hierover heel lang gedaan en nu we bij de behandeling aankomen zien we dat we geen quorum hebben. Dus het is een politiek vraagstuk. Ik zal afstemmen met de regering hoe verder. Maar in ieder geval wat we gaan doen, ik ga weer voor dinsdag aanstaande uitschrijven. Goed, ik sluit dan deze bijeenkomst onder dankzegging. Voor deze vergadering met de wet collectieve rechten in inheemse en tribale volken als agendapunt hadden slechts 22 leden getekend. Het is de derde keer in zeer korte termijn dat een DNA-vergadering vanwege gebrek aan quorum geen voortgang kon vinden.